Goedemorgen allemaal en welkom bij de tweede webinar. Als het gaat om Power Platform, en vandaag gaan we het hebben over Power Apps. Vandaag is het eigenlijk de eerste deep dive sessie waar we dieper ingaan op het gebied van Power Apps. Uh, welke soorten apps zijn er? Power Apps in combinatie met Dynamics 365, hoe je het kan gebruiken, werken met verschillende databronnen. Waar ga je data vandaan halen en waar komt de data te zien? voorbeelden van een aantal gebruikersscenario's en Power Apps kansen herkennen. Meer dan 75 professionals intern bij Procter die al werken met Power Platform die gecentrificeerd zijn om jullie hiermee te kunnen helpen. Nou, vandaag gaan we wat dieper in op het gebied van Power Apps. Mijn collega Remi gaat jullie zo wat meer vertellen en ook laten zien. Ik ga drie dingen met jullie doen. Eerst een stukje theorie, uh, vervolgens door een aantal Power Apps heen lopen. Uh, die wij hebben gemaakt, en als laatste ook een beetje kijken naar hoe maken we nou een Power App. Dus een, uh, ingaan op het stukje development. En dan is altijd de vraag: gaan we nou iets bouwen in ERP of gaan we nou een Power App bouwen? Dat is een vraag die heel vaak terugkomt. Dit is een heel simpel appje. Het doet echt één ding en dat doet het heel goed. Het doet niet heel veel, maar juist één ding dat doet het heel goed. En dat is perfect voor een power app. Op het moment dat je Power App uit allerlei verschillende systemen data moet halen, dan komt de kracht van een Power App ontzettend tot zijn recht. Onze Protware for You app, en dat is de applicatie die wij gebruiken tijdens de onboarding. Oftewel, ik hoop dat ik jullie een beetje beeld heb gegeven van wat is nou eigenlijk, wat doet Protware daarmee? Hoe ziet een power app eruit? Hoe herken ik een Model-driven app? Hoe ziet een canvas app eruit? Um, deel 2: Wil ik kort even met jullie kijken van hoe bouw ik een app, zodat so je ook ziet wat het verschil is vanuit het de development-perspectief van een model-driven en een power-app?